Vrijdag 28 november gingen de TCR-chauffeurs in staking. Na een tocht door de binnenstad van Zutphen verzamelden zij zich bij het stadhuis. De actie werd georganiseerd door de FNV, de CNV en ondersteund door de SP uit Zutphen-Warrensveld. We zijn hier op een iets wat koude vrijdagochtend bij actievoerende taxichauffeurs van TCR. En ik kan natuurlijk het hele verhaal gaan vertellen van wat er allemaal mis is. Maar volgens mij kunnen we de chauffeurs zelf ook aan het woord laten. Dus bij deze de reden waarom taxichauffeurs actie voeren en waarom wij ze steunen. Er is genoeg voor iedereen. Dus zetten we samen, 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 sterker, zetten we samen, niet alleen. Ho, waar is onze CAO? Dit is niet meer te doen, wij willen meer poen. Dit is niet meer te doen, wij willen meer poen. Er is genoeg voor iedereen. Dus werken we samen, samen staan we sterk. Dus werken we samen, niet alleen. Daar staan we dan. Ja! We staan hier niet voor niets. Nee. Wij hebben natuurlijk heel wat achter ons mars al. We zijn al maanden bezig met onze werkgevers om ze te bewegen om de cao-wet aan te passen. Dat gaat best wel heel moeizaam. Dat is niet de bedoeling, want een cao is voor ons geschreven, maar ook voor werkgevers. En beide hebben we samen, hebben we dus ons daaraan te houden. Maar waar het nu eigenlijk om spant is ons salaris. Heel veel mensen, heel veel collega's kunnen niet meer rondkomen van die 14 euro. Of van de eerste tweede, gewoon wat wij krijgen op het moment. Dat is gewoon schrikbarend. Dat is ook de reden waarom wij hier staan, want onze CAO is heel slecht. Die is in de laatste jaren alleen maar afgekalfd. Steeds minder, toeslagen zijn verdwenen. Als je ziet wat je nu nog steeds harder gestraft dan ooit geweest is. Dat zijn allemaal dingen die aan de orde zijn. Jullie kunnen het allemaal lezen wat er op die borden staan en niets is onwaarheid. Dus ik zou zeggen, jullie staan hier gelukkig voor. Jullie staan hier voor mij, om gewoon kenbaar te maken dat het zo niet langer kan. Het is genoeg. Het is menens in de taxisector. De laatste tijd hebben 650 collega's van ons het werk verlaten. Gewoon omdat het geen haalbare kaart meer is. Genoeg is. Welkom dat u zo in ieder geval hier aan mij presenteert. Ik zie dat u met veel bent gekomen, dus ik denk iets wat van heel duidelijk leeft, ik zie het heel duidelijk. Is mij gevraagd om even langs te komen en ik zal graag ook met een aantal van jullie, met laat ik zeggen van vier, zo meteen even naar binnen gaan om met mij op de kamer te spreken. Misschien is het goed om even op jouw verhaal te reageren. In augustus ben ik aangesloten op de taxi-CAO. Dus ik ben er sinds kort betrokken geraakt eigenlijk halverwege de CAO-onderhandeling al. En gelijk wat mij opviel is de enorme pakketten die over mij heen is gekomen. Ik heb nog nooit een CAO gehad waarin ik zoveel mails en telefoontjes van mensen krijg dagelijks met onrecht. Er wordt veel geld van mijn salaris ingehouden. Ik kan niet meer rondkomen, ik heb schulden, noem het maar op.
al boos om ben geworden in augustus, is dat ze vanaf 1 maart de CAO op zo'n manier toepassen dat ze de volledige uren niet betalen. En dat houdt in dat je per week zeg maar 2,5 uur die je gewoon werkt niet betaald krijgt. Want we krijgen pauze van plus of veel, dat is een half uur op 8 uur zeg maar. En zij pakken een uur eraf, ruim. Dat is 12,5%. En die wordt niet betaald. Terwijl je dus die helft van die tijd wel werkt. En wel voor de baas aan de gang bent. En wel al die rolstoelen in de auto zet en dat soort dingen. Dus je werkt voor niks. Daar komt het eigenlijk op neer. 2,5 uur per week. En als je nu dat uitrekent tot en met, het is nu december bijna. Als je dat even die 8-9 maanden bij elkaar pakt, dan praat je gewoon over een volledig maandsalaris wat je mist. En dat zeker zij in de zak, terwijl zij wel dure auto's rijden en het goed hebben. En naar Cuba gaan en hele mooie vakanties houden. Maar het personeel wordt niet beloond en dat is gewoon heel erg vervelend. Ja, ten eerste top dat je zoveel gezichten ziet die ik al eerder heb gezien in de afgelopen maanden. Dat je gaat voeren voor eerlijk loon, voor goed werk en gewoon die erkenning die jullie gewoon met z'n allen dag in dag uit verdienen voor het toffe werk dat jullie doen. En als één ding mij duidelijk is geworden de afgelopen maanden, is dat die grote bazen die nu groot geld verdienen over meestal zelf staan hier voor het gemeentehuis en over jullie ruggen eens een keer ook moeten gaan betalen. Want er wordt hier al gezegd, 14 euro is al de eerste trede. Volgens mij is dat ook gewoon een hele redelijke eis. Als je ziet dat de afgelopen jaren alles duurder is geworden. De huren, de energie, het gas, de benzine. Denk alles maar even bij elkaar op. Dan is het eigenlijk heel redelijk dat jullie vragen. 14 euro per uur, een goede CAO en gewoon goed ziekteverlof. We zitten samen, 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 zitten samen. Niet alleen, er is genoeg voor iedereen. Dus vechten we samen, samen, samen sterk, vechten we samen, niet alleen. Het feit dat we hier staan is natuurlijk omdat het eindwoord van de regering is gekomen en we willen een CAO voor 2 jaar. Met daarin een verslechtering van de oude regeling, waar wij niet meer akkoord gaan en waar de mensen zo niet meer akkoord gaan. Wat wij willen is een CAO van 1 jaar. Met een loonsverhoging van 12% erin. En niet 2 jaar, want de werkgevers hebben 8% geboden in het eerste jaar en 4% in het tweede jaar. Maar volgens mij kan niemand in een glazen bol kijken en niemand ziet dus wat het tweede jaar gaat gebeuren wat betreft de inflatie. En die mensen zijn nu het water gewoon aan de lippen. Dus er moet nu gewoon in 1 jaar van CAO komen met 12,5% loonsverhoging erin en de goede pauzeregeling dat mensen die dus daadwerkelijk genoeg pauzen, dat die afgehouden worden en verder niet. Dat is waar wij voor staan. En als de werkgevers niet over de brug komen, gaan wij verder. Na ongeveer 20 minuten kwam de onderhandelingsdelegatie weer naar buiten toe om te vertellen wat er besproken was. Vertel eens. Nou ja, we zijn net binnen geweest bij de wethouder. En we hebben verteld wat er speelt in het CAO en ook bij onze werkgever. Nou, de meesten zijn hier wel van TCR, wat er gebeurt en dat we ook geïntimideerd worden, dat soort dingen. We hebben geen blad voor de mond gehouden en er komt een staartje, denk ik. We hebben ze ook gezegd dat ze ook moeten kijken van na het begin. Dus niet de goedkoopste pakken, maar ook kijken wat de neus lang is inderdaad. Het is een goed gesprek geweest. En ik denk dat wij een hele goede dag hebben gehad. Goede opkomst geweest. Dus we hopen dat wij niet weer samen hoeven komen. Niet dat ik jullie niet gezellig vind, laten we het daarop houden en als we elkaar onderweg tegenkomen, een goede dag, desnoods een kop koffie en hopen dat de werkgevers in beweging komen na deze dag. Yes. Allemaal bedankt. Ja.